ik ben proefkonijn vandaag. Dit is een massagerollen voor je nek. Hallo dames en heren, en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben zojuist wakker geworden hier in Antwerpen. En echt net een paar secondjes geleden deed hij eens even gaan douchen. En dan moet ik ook maar even gaan doen om wakker te worden. We hebben hele mooie gebouwen hier tegenover ons hotel. Het is al meteen heel erg druk in de ochtend hier. Volgens mij is dit een stad die ook gewoon altijd leeft. Oh ja, maak kennis met mijn nieuwe kapsel, man. What the fuck is dit? Oké, ik moet echt gaan douchen. Wij gaan dus even lekker naar het ontbijt. Ja. En ik zie er nu echt even wat wakkerder uit. Gelukkig. Maar na het ontbijt ben ik al helemaal wakker, denk ik. Ze hebben hier een hele mooie ontbijtzaal. Kijk maar eventjes. Het ziet er echt super uit. Ik ben nu even een lekker croissantje aan het eten met wat jam op. Ik heb hier een eitje, alleen ik hoop dat die anders eruit ziet dan die van D. Want D had een eitje en de binnenkant was helemaal groen. Dit is het eitje van D. Super nasty. Dat is echt vies. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ga ik nu een halve hap zo nemen en dan daarachter komen of ga ik hem verstandig door midden snijden? Ik neem wel een hap. Heel. Dan gaan we even schoenen poetsen. Wat moet je van de bovenkant doen? Ik denk de bovenkant. Ja? Voordat ik al mijn stront er afveeg. En dat doet iemand met zijn bovenkant met zijn witte schoentjes. Lip, we moeten het pasje hier tegenaan houden. En dan tegelijkertijd op 3 drukken. En dan kunnen we naar boven. We zijn de spulletjes aan het inpakken, maar dat betekent niet dat wij naar huis gaan. Want wij gaan vandaag de hele dag shoppen in Antwerpen. Yes, wat hebben wij er veel zin in. Maar eerst moest ik even een video opnemen. Want ik heb als een van de eerste van Nederland een iPhone 7 Plus. En ja, je ziet het goed. Het is de roze editie. Leek mij gewoon super cool. Dus hier is die dan. Hoppakee, tadaa. En ik heb daar een video over gemaakt. Misschien hebben jullie hem al gezien, zo niet, check even het linkje in de beschrijving. Die video die heb ik dus zo net hier opgenomen. Hier zie je nog de doos, nog wat spul op de grond liggen. Hier zie je de laptop, ik heb hem net ook meteen geëdit en ik heb hem gerenderd. Dus, maar ja, tegen de tijd dat deze vlog online staat, staat die video ook al online. Dus we gaan hem nu nog even uploaden. Is dat wel geinig, hoppakee. Even kijken of het internet een beetje snel is. Wow! Oh, dit is nice. De video die duurt maar 6 minuten met uploaden. 7 minuten. Het is altijd maar de vraag, als je in een hotel zit, hoe snel is het internet? Vaak niet zo snel. Nee. Daarom is het ook heel lastig, als wij op vakantie gaan, moeten we altijd iets zoeken waarvan we zeker weten dat er internet is. Want anders kunnen we geen vlogs uploaden. Dan wordt het gewoon ongelooflijk lastig. Dus het is altijd heel grappig. Als wij dan een vakantie zoeken, dan is het geen wifi op de kamer. Dat wordt hem niet. Nee. En heel vaak zet het hotel zit er niet bij. Maar ja, dan weet je het alsnog niet zeker. Dus dat is heel lastig. Maar ja. Dit ziet er goed uit. Maar goed, we hebben dus bijna alles gefixt hier. En dan gaan we lekker op pad. Ja. Mwah, mwah, mwah. Het is een invasie. What the fuck is dit? Oh my god. De wereld wordt overgenomen, dames en heren. Die fashions maken het gewoon al een stuk kutter nog. De wereld wordt overgenomen, de swagways. Oh, sorry dat ik het zeg, maar ik hoop dat iemand zo hard op zijn bek gaat. Zo grappig zijn. Gewoon iemand die weer even stoer wil doen, net als ik altijd, ja, weet je wel. Precies. En die gewoon keihard, gewoon bam. Ja, dat was een goeie. Hallo. Hallo, hey. Het zijn er belachelijk veel, zeg. Niet normaal. Er zijn ook gewoon nog net niet mensen aan de zijkant van... Go, go, go! Oh, kijk, hier ook gewoon een peukie. Kijk, hoppakee. What the fuck. Dit is dus de eerste straat waar we doorheen lopen in Antwerpen. Ik weet niet of dit soort invasies vaker voorkomen, maar ik vind het hilarisch. We staan echt in een super groot winkelcentrum en ze zit... daar zijn video te fixen. Maar, nou zie ik iets hier beneden. En het is echt heel weird. Ze zijn hier beneden gewoon wc-rollen aan het uitdelen. Gratis.
En ze hebben één mega wc-rol, die blauwe. En heel veel mensen nemen het ook gewoon mee. Dat ik denk, waar laat je het? Dat loop je de hele dag met een wc-rol. Zo is het voor jou, schatje. Gratis wc-rollen, die heb je nodig. Waar? Hier beneden. Check. Gratis wc-rollen? Wat? Die delen het gewoon uit. En mensen nemen het vet vaak aan. Ik heb tijdje staan kijken. En kijk, die blauwe, die is echt mega groot. Dat is de mega wc-rol. Oké, daar wil ik ook wel eentje van. Ja? Nee, maar we hebben nog helemaal geen tasje. Dan lopen we vet voor lul met zo'n wc-rol, alsof we gaan poepen op de camping. Ja, dat wou ik net zeggen. Meestal lopen we daar alleen maar rond op de camping. Van zo van, ja, ik ga even kakken, weet je wel. Tenzij je een meisje bent. Die neemt ja, wij moeten vaak altijd wc-rol mee. Omdat wij, als we hebben geplast, ook moeten afvegen. Ja, nou, mannen eigenlijk ook. Dat is wel zo schoon. Ja, maar die doen het vind ik ook. Vaak. Mannen zijn gewoon lui. Dit kan nooit gezond zijn, want al duizenden mensen hebben dit ook gedaan. Oh, ik lekker? Zweer het je, dit voelt zo lekker. Ja, maar je moet er maar van houden, want ik vind het dus echt vreselijk. Oh, dit is echt goddelijk. Ik meen het. Oh. Maar zouden mensen die dit hebben gekocht ook echt iedere avond zo zitten? Of zouden ze het gewoon één keer doen? Oh, ik meen het. Dit is echt heel erg fijn. Oh, je prikt wel af en toe in mijn hoofd. Ja, soms zit hij even vast. Hoor deze muziek trouwens hier, ik hoor af en toe. Hey, joh. Het is wel echt een ziek gebouw, hé, dit. Wat? Houtje. We hebben hier trouwens twee tandenborstelhoudertjes gevangen, wou ik zeggen. Gepakt, die we straks even gaan halen. Super goedkoop hier. En het is heel handig, want altijd als ik op reis ga, dan wil ik niet een tandenborstel in mijn tas doen. Maar ook niet in mijn toilettas, want er zitten ook wat andere spulletjes in. Dus ik dacht, dit is de ideale oplossing. Maar goed, dit gebouw hier, het is prachtig. Kijk dan eventjes. Hier zitten gewoon allemaal winkels in. Wow. Super vet. Dit is een zeepbak. Oké, okay. Ja, moet dit dan ruiken? Ja, maar moet je zeep opleggen, nee. Ik oh, dan moet je zeep opleggen. Oh. Ik stop net mijn neus alleen. Kijk, hier moet je een tandenborstel inzetten. Oh, zoiets. Leuk idee, maar nee, dank je. Ik ben proefkonijn vandaag. Dit is een massagerollen voor je nek. Ja. Hoor dat zo? Ik heb geen idee. Oh, je deed me zo net pijn, joh. Ik durf het niet, hoor. We hebben geen flauw idee. Wacht, hier staat een plaatje. Oh. Huh? Auw. Oké, dit is geen lekker. Oh, nee, is niet prettig dit. Geen idee. Je moet trouwens oppassen in dit soort winkeltjes, want meestal koop je hier altijd superveel. Alleen doe je er meestal niks mee, dus daar moet je echt voor oppassen. Slippers en sloffen in één, hier kan het mensen. Wat is dit nou weer? Oh, dat is een gum. Wow. Dat kan nooit goed werken. Struisvogelgum. Oh, en dat is een potlood. Ik had vroeger ook zo één. Knijters. Het betekent niet lekker. Het is weer zover. De volgende invasie. Ja, maar dit zijn er maar een paar. Dit zijn er 11. Het zijn oprecht oudere mensen. Je ziet er echt oude lullen op staan. Oh. Super grappig toch? Ja, die willen ook gewoon even lekker hip zijn. Ja, mag ook. Maar dat mag allemaal. Dit is echt te ziek gewoon. Ik zit hier weer even in deze winkel te kijken. En nu hebben ze op de herenafdeling helemaal niks voor mij. Maar dan ben ik alsnog aan het genieten, maar gewoon puur van het gebouw. Ik bedoel, check deze voetstappen even. Voetstappen, traptreden even. Niet normaal. Het hele gebouw is weer zo episch. Dus hierboven heb je de hele verdieping mannen. En hier beneden heb je de hele verdieping vrouwen. Dus nu ga ik eventjes D opzoeken. Het is niet te geloven, maar ik heb D gespot. Zien jullie D ook? Oh, ze is net de hoek om. We hebben hier op de eerste verdieping gewoon de hele winkel voor ons alleen. Het is hier gewoon zo rustig. Hier heb je gewoon een shirt met baby is coming. Wat de heck. Nee, die gaat helemaal los. Hier in Antwerpen hebben ze gewoon alles allemaal veel groter. Alle winkels zijn groter en de straten zijn veel langer met veel meer winkels. Het is natuurlijk ook een veel grotere stad. Maar dat vind ik echt leuk om te zien. En daarom zijn dit soort plekken echt ideaal om gewoon lekker te shoppen. Het is niet te geloven, mensen. Kijk dan eventjes. Wil je zo'n grote kerstman in huis? Ja, dit is wel knijters hoor. Maar jeetje, wat vroeg. Oh, weet je het zeker?
Oké, Dedy wil binnenkijken. Hey, allemaal opblaasbare dingetjes. Kijk, we worden met open armen ontvangen hier. Dit is wel geniaal hoor. Als je dit gewoon in je tuin hebt staan. Of misschien wel binnen. In Amerika zijn ze zo dedicated. Daar heb je echt alle tuinen vol staan. En het leuke is nog, daar is het meestal warm met kerst. Ik wil echt heel, heel, heel graag met kerst naar New York. Maar Dedy ziet dat niet zo zitten. Die wil liever naar een warm land. Dus ik weet nog niet precies wat we gaan doen. Maar we willen een keertje in het buitenland zijn met kerst. Dat lijkt ons leuk. Kijk, dit gaat wel heel hard. Dit is next level. Als je te lui bent om te schudden. Rijtjes. Wat een lawaai maakt dat, hé. Nee. Oh, toch wel. Wat schattig. Hoef je zelf niet meer te spelen. Deze is geniaal. Dit is zo cool. Ze schaatsen over het ijs. Oh, die rechter die is aan het sleeën over het ijs. Deze heeft zoveel swag. Hier betaal je 9 euro voor. Maar ik vind hem wel keihard deze. Helemaal in het wit. Ik vind hem cool. Hey, een hert. Oké, wacht. Waarom heb je hier fitting rooms? Ik denk dat dit normaal een andere winkel is, maar dat ze in de kerstperiode dit... Oh, ik wou net zeggen, maar wat kan je aanpassen hier? Pak passen. En dit is de allerlaatste winkel waar ik nog even langs ga. Ik wilde nog even wat broeken scoren. Ik was hier eerder geweest, dus toen zei hij, als ik je ergens mee kan helpen, laat me weten. Maar ik had hulp nodig bij broeken, maar broeken vind ik het vervelendst om aan te doen, om te passen. Dus... toen gingen we richting de auto en toen dacht ik, weet je, ik ga toch maar hier even langs om deze man hulp te vragen met broeken. Sowieso. Dus ik heb nu 3 broeken voor jou gegeven. Yes. Yes. Toen raakten we een beetje aan de praat, want ja, je kan duidelijk horen, ik kom niet uit Antwerpen, ik kom niet hier vandaan. Jij ook niet, hè? Ik ook niet. Dus toen raakten we aan de praat en nu is het zo dat jij zingt en danst. Ja, ik zing en dans en ik rap daarnaast. En dit is mijn side hustle. Dat is ja, en heb je een artiestnaam? LeBruce. Yes, check that out. Instagram, Bruce LeBruce. Ja. En deze fijne krul gaan we ook natuurlijk volgen. Dat doen jullie allemaal vast. Cool man, dus cool man. Dankjewel. Hebben. En ik hoop dat we je ooit bij luister, Chris Brown optreden gaan zien als dan dansen. Kom jij sowieso backstage. Cool, deal? Dan hit je me, toch? Bij deze. Oké, okay, cool. You too. Yeah. Ik vind het gewoon altijd zo'n drama om een broek te passen. Want je moet gewoon helemaal je schoenen uitdoen. Je moet je broek uitdoen. Dan die andere broek weer aan. En als het niet goed is, moet je weer de volgende. Een shirtje is gewoon makkelijk, weet je wel. Je doet uit, je doet aan en klaar. Het gaat allemaal heel simpel. Maar een broek is gewoon, ja, anders. Volgens mij kunnen jullie daar best wel in vinden. Ik denk de meeste in ieder geval. Maar goed, deze is fijn. Ik kan er ook nog in bewegen zoals je ziet, een paar squats. Maar dit is een fijne broek. Hier voel ik me wel comfortabel in. En dit pashokje is echt super vet. Zien jullie dat? Hoppa. Er zit alleen geen slot op. Dus hopen dat niemand open doet. Maar dat komt vast wel goed. Hey! Dat was echt eventjes super gezellig. Kira en Sonny, dat was echt te toevallig. Dat is echt niet normaal. Net zoals dit, dat is ook te toevallig. We lopen langs mijn eigen naam. Kijk. Ja, Enzo. Kijk, geinig. Hallo. In ieder geval, ik belde Sonny op van, yo Sonny, ik zie hier een super tof shirt man. En dit shirt wil jij misschien wel hebben. Zal ik hem voor je meenemen? En toen zei Sonny, waar ben je dan? Zei ik van, ja, ik ben in Antwerpen man, aan het shoppen met Dave. En toen zei Sonny, nee, dat meen je niet. Ik zei, wat dan? Hij zei, ja, ik ben nu onderweg naar Antwerpen om ook te gaan shoppen man. Hoe toevallig is dat? Dus vandaar dat we elkaar zo net even tegenkwamen, even gezellig wat drinken op het terrasje. Het is weer gedaan met de pret. We zijn flink geslaagd. Ja, dat zeker weten. Ja, ik heb hier ook een tas. Dus ik laat de dingen die ik nog niet heb laten zien, die laat ik straks wel zien. Dit is in ieder geval een nieuw shirt. Deze had ik al in het wit, maar die wilde ik ook heel graag in het zwart hebben. Ik wist helemaal niet dat je die in het zwart had namelijk. En de rest laat ik straks wel even zien. Wij zijn weer thuis gekomen en ik heb hier een vest wat ik even aan jullie wil laten zien. Eigenlijk gewoon een heel erg basic vest. Ik zal hem binnenkort wel aandoen in een van de vlogs. Maar het meest blije ben ik nog met mijn schoenen. En die heb ik hier in de studio staan. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik vind ze super dope. En ik moet zeggen, ze staan me ook echt wel goed. Maar ja, anders had ik ze ook niet gekocht natuurlijk. En dat is dat. Nu zijn we dus weer thuis. En ik ben kapot.
van deze hele dag. Echt kapot. Het was best wel druk onderweg naar huis. Het is ook zo dat er op die snelwegen bijna altijd file staat. Dat is de snelweg dus van Antwerpen naar Nederland hiertoe. En dat is gewoon meestal chaotisch. Maar goed, we hebben het dus gered. En nu gaan we maar gewoon even chillen. En voor de rest helemaal niks meer doen. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het tof. Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En shout-out naar iedereen die ik ben tegengekomen in Antwerpen. Zowel Nederlandse als heel veel Belgische fans. Super tof. Bedankt voor de support. En ik zou zeggen, zoals altijd, dikke, vette peace.